Lieve kijkers, vandaag ga ik de boemboesambal maken. Ik heb jullie al een boemboegerecht laten zien. Dat was de boemboekip met ei. Ik begon al heel snel reacties te krijgen van, oh, ik wil nu je boemboesambal recept hebben. Nou, dit is zoals ik denk dat de boemboesambal gemaakt wordt. Want ja, je weet het, je gaat nooit het recept van de mensen krijgen. Maar ik probeer meestal de smaken te benaderen. En ik denk dat het mij ook goed gelukt is. Dus ik zou zeggen, maak lekker je boemboesambal. Het is zeker minimaal 2 weken houdbaar in je koelkast. En denk je dat je dat in korte tijd niet meer gaat gebruiken? Gooi de rest in de vriezer. En wanneer je een boemboegerecht gaat maken, haal je die uit de vriezer. Zo simpel is dat. Voor de boemboesambal heb ik nodig lombok. Dat zijn deze pepers. Die kun je bij de toko halen. Ook op de markt is het te koop. Zonnebloemolie. Trassi. Lemonblad. Zout. Ui. Knoflook. En suiker. Dit gaat er allemaal in. En hoe ik het ga maken, dat zul je nu zien. Ik ga de peper, uien en knoflook allemaal fijn maken. Dat was het. Het is allemaal helemaal mooi fijn gemaakt. En nu ga ik mijn boemboesambal klaarmaken. De gemalen lombok met uien en knoflook doe ik er voorzichtig in. Ik heb mijn vuur middelhoog staan en als het straks begint te koken, ga ik hem iets lager zetten. Want het is de bedoeling dat het op een laag pitje moet gaan sudderen totdat alle vocht weg is en dat je echt een olielaagje ziet. En dan weet je dat je sambal klaar is. Zout doe ik erbij. Trassi gaat erbij. De lemon leaf gaat erbij. En suiker. Er geen deksel op de pan, want het moet rustig gaan sudderen. Het begint al te koken, dus het vuur zet ik nu laag. Zoals je ziet is de sambal lekker aan het pruttelen. Er zit niet zoveel vocht in, dus ik laat dit ongeveer een kwartiertje nog rustig op het laag pitje sudderen. En daarna gaat het vuurtje uit. Lekker hoor! En het ruikt ook heel erg lekker. Zo. Ik heb dit ongeveer 3 kwartier tot een uur laten sudderen op een laag pitje. En zo ziet mijn boemboesambal eruit. Lekker. Even proeven. Heerlijk. Lekker. Ik moet wel zeggen dat onze Hindoestaanse sambals pittiger zijn. Maar dat komt ook omdat ik Madame Jeanette of Ajuma gebruik. Terwijl de lombok toch wat milder is. En misschien daarom toch ook wel lekkerder om veel te gebruiken in je gerecht. Een andere naam voor lombok is Spaanse peper,
chilipeper of rode peper. Nou, dat was het dan. Het vuurtje heb ik uitgezet en de sambal is klaar.